Ik ben Chrissy Galoff. Ik ben voorzitter van Kennisland. Innovatie, het is waarschijnlijk een van de meest gebruikte woorden van vandaag. Het is nogal een vaag, maar voor velen een heel aantrekkelijk woord. Het gaat immers over vooruitgang, vernieuwing, ontwikkeling, de toekomst. En als voorzitter van Kennisland, een denktank voor maatschappelijke vernieuwing, is het zeker een term die we veel tegenkomen en ook veel gebruiken. En toch is de betekenis ervan aan verandering onderhevig. En daar vertel ik wat meer over. Bij de oprichting van Kennisland, nu zo'n 15 jaar geleden, stond innovatie eigenlijk gelijk aan de kenniseconomie. En de gedachte was, door te investeren in kennis en innovatie in ons land, kan ons land economisch en sociaal opzicht groeien. En om van Nederland een kennisland te maken, werd dus ook Kennisland opgericht. Dit was ook de ambitie van Europa, zoals omschreven in de Lisbon Agenda. Innovatie als motor van de economie. En door te investeren in goed onderwijs creëren we bloeiend onderzoek en wetenschap, waardoor nieuwe technologieën ontwikkeld worden, wat leidt tot nieuwe toepassingen, patenten, nieuwe producten, nieuwe markten, economische groei en uiteindelijk banen. De BV Nederland, idealiter gezien als een soort Silicon Valley. En door innovatie, technologische hoogstandjes, ondernemerschap creëren we een stralende toekomst voor iedereen. De laatste jaren zijn er echter wat scheurtjes ontstaan in dit geloof in technologische innovatie. De Lisbon Agenda is jammerlijk mislukt, bijna alle doelstellingen zijn niet gehaald. De financiële crisis en het feit dat heel veel maatschappelijke vraagstukken eigenlijk alleen maar erger worden. Vraagstukken als een groeiende ongelijkheid, als klimaatproblemen, eenzaamheid onder ouderen, dalend vertrouwen in de overheid. Vraagstukken die niet zomaar kunnen worden opgelost door economische groei, technologie en soms er juist door verergerd worden. De kenniseconomie vergroot in veel opzichten ook de ongelijkheid in de samenleving. Degene met toegang tot kennis en degene die dat niet hebben. En de kwaliteit van ons leven neemt niet per se toe door meer kennis en innovatie. Het is dus wellicht ook een illusie dat gadgets en geld ons kunnen helpen om de samenleving te creëren die we willen. En misschien is het ook een illusie dat we dingen kunnen voorspellen. Wat dan wel? Dat is een lastige vraag. Wat we in ieder geval zien is dat er een groeiende groep is van mensen die zich scharen onder de term sociale innovatie. Ook believers van vooruitgang, maar dan op een andere manier. Daar ga ik het verder over hebben. Sociale innovatie. Het is een term die je steeds meer hoort. Het is nog lastig te omschrijven wat sociale innovatie precies is. Hebben we het nou over sociaal ondernemerschap of sociale veranderingen, het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, het benutten van het sociale kapitaal in de samenleving, zelforganisatie, civil society, allemaal begrippen die erbij horen. Ik omschrijf het meestal als nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die oplossingen trachten te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals werkgelegenheid, onderwijs, zorg, milieuproblemen. Sociale innovatie is eigenlijk voortgekomen uit een aflatend vertrouwen in de innovatiesamenleving, zoals ik beschreven heb in het vorige deel. En het idee dat de markt en de overheid wel voor welvaart en welzijn zullen zorgen. Naar mijn mening is het eigenlijk niet zo zinnig om het begrip precies vast te pinnen. Het is interessanter om het te zien als een beweging. Een beweging die niet van bovenaf of vanuit de wetenschap is ontstaan, maar juist van onderop en vanuit de praktijk. Een beweging die vanuit waarde op zoek is naar nieuwe, sociale en duurzamere toekomst. Niet door de revolutie uit te roepen, maar door gebruik te maken van de kracht en vindingrijkheid en creativiteit die in al de bestaande sociale netwerken in de samenleving aanwezig zijn. Juist vaak door technologie. En die gaan op zoek naar nieuwe aanpakken en methoden. En die gaan samen met andere partners aan de slag. Grote ambities door kleine stappen te zetten. Geen grand designs van bovenaf, zoals sleutelgebieden of topsectoren. Maar veel meer kleine initiatieven en experimenten. Bij Kennisland richten we ons de laatste jaren steeds meer op sociale innovatie. En dat doen we door te werken aan verschillende thema's in het onderwijs, overheid, erfgoed, cultuur. Zo hebben we Voor Je Buurt opgericht, een crowdfunding platform voor buurtinitiatieven. En we samen met Vrij Nederland zijn we op zoek gegaan naar de radicale vernieuwers van Nederland. Allemaal mensen en organisaties die vaak tegen de stroom in bezig zijn om tot vernieuwing te komen. Sociale innovatie heeft ook een voet aan de grond gekregen in Europa. In het nieuwe programma Horizon 2020 komt sociale innovatie stevig terug. Maatschappelijke vraagstukken vormen nu steeds meer de basis van het beleid en niet alleen maar de economie.
Er zijn talloze calls met sociale innovatie in de titel. Er is een sociale innovatiecompetitie. Er bestaat zelfs een heus tijdschrift, de Stanford Social Innovation Review. Je zou kunnen zeggen, de hype is compleet. In Nederland is de term sociale innovatie nog vrij afwezig op de nationale politieke agenda. Het werd in Nederland vaak gebruikt om alleen maar processen binnen organisaties te omschrijven. Een soort werkplekinnovatie. En dit is eigenlijk een smallere omschrijving van sociale innovatie. Maar nu ook in Nederland is de beweging zeker zichtbaar en onomkeerbaar. Zeker nu de verzorgingsstaat onder druk staat. Kijk maar naar de talloze initiatieven van onderop, zoals stadslandbouw, broedplaatsen voor jonge ondernemers. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de overheid, bedrijfsleven en burgers. En allerlei netwerken zoals SIN, Sociale Innovatienetwerk Nederland, Kracht in Nederland, Society Impact. Allerlei initiatieven. Ook het nieuwe rapport van de AWT over sociale innovatie, waar gepleit wordt om sociale innovatie op de agenda te zetten. Om experimenten op te zetten en om kennis en kunde erover op te genereren. Sociaal ondernemerschap. Het is een deelaspect van sociale innovatie die ook sterk in opkomst is. Mark Hille, oprichter van Social Enterprise NL, heeft hier in een ander college al meer over verteld. Ik wil vooral ingaan op wat de Nederlandse overheid zou kunnen doen om deze nieuwe vorm van ondernemen te stimuleren. Want de Nederlandse overheid is wel nieuwsgierig, maar nog erg afwachtig. Het gaat hierbij om ondernemingen die niet primair gericht zijn op economische meerwaarde, maar opgericht zijn om maatschappelijke meerwaarde te genereren. Ondernemerschap als vorm om te komen tot een betere samenleving. We kennen allemaal wel het voorbeeld van Tony Chocoloni, eerlijke chocola, maar ook de Fairphone, de eerste eerlijk geproduceerde telefoon, en misschien Granny's Finest, waarbij samen met ouderen sjaals worden gemaakt. Er zijn drie kenmerken van een social enterprise. Het maatschappelijk doel staat voorop. Er wordt gezocht naar een balans tussen winstgevendheid en het verwezenlijken van de maatschappelijke doelstelling. En de governance is georganiseerd in samenspraak met de stakeholders. Sociaal ondernemerschap is niet alleen een Nederlands fenomeen. In allerlei landen om ons heen zie je het terug. En om die reden heeft Kennisland een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die elders ingezet zijn om sociaal ondernemerschap te stimuleren. En op basis van dit onderzoek zijn er in dit rapport, wat heet Stimulansen voor de Social Enterprise Sector, 5 groepen van maatregelen geïdentificeerd die van belang kunnen zijn voor de sector. 1 is erkenning en legitimering van dit concept, bijvoorbeeld via challenges, subsidies, maar ook misschien een keurmerk. 2 is het vergroten van business skills en vaardigheden en contacten voor die startende sociaal ondernemers. 3 is financiering. Voor alle ondernemers is financiering lastig, maar zeker voor sociaal ondernemers zijn er nieuwe financieringsconstructies nodig. En het 4e punt is governance. Hoe zorg je ervoor hoe organiseer je zo'n organisatie? En hoe zorg je dat de enterprise weer niet te commercieel wordt? Er zijn allerlei voorbeelden in het buitenland waar we van kunnen leren. En de 5e is toegang tot afzetmarkten. En hier speelt de overheid mogelijk een belangrijke rol. Zij zouden allerlei dingen kunnen doen om social enterprise te stimuleren. Juist vanuit de overheid zou je dat verwachten. Voor meer informatie hierover verwijs ik jullie naar de publicatie op onze site. In dit deel wil ik iets vertellen over labs voor sociale innovatie. Een Social Innovation Lab is dus eigenlijk een laboratorium waarin je samen met de eindgebruikers op zoek gaat naar nieuwe oplossingsrichtingen. Dus niet bedenken voor een groep, maar samen met. En nu zie je dat er wereldwijd labs voor sociale vraagstukken ontstaan. Eigenlijk een soort lab voor social R&D. In allerlei vormen en maten. Zo heb je in Denemarken heb je Mind Lab, dat is opgezet door de overheid. In Frankrijk heb je Region 27, wat vooral zich richt op professionals binnen de overheid. Je hebt een lab wat heet In With Forward, die zich vooral inzet voor marginale groepen en probeert nieuwe diensten op te zetten. Eigenlijk allemaal hele interessante en veelbelovende, maar ook nog wel onbewezen aanpakken. Om hier meer van te leren heeft Kennisland samen met Hivos Lab 2 georganiseerd. Een lab over labs. 3 kwamen we bijeen met allerlei labprofessionals in Amsterdam om meer te leren over de aanpak, de organisatie en de methode van deze labs. En op basis hiervan hebben we een paper geschreven, of eigenlijk Marlieke Kieboom. En een aantal van deze bevindingen uit dit paper deel ik.
Ten eerste, labs zijn hot. Het is het nieuwe modewoord. Ze ontspruiten in snel tempo overal om ons heen. Eigenlijk als reactie op die falende verzorgingsstaat en de nauwe opvatting van innovatie. En op het geloof dat de overheid en de private sector wel voor voorspoed zullen zorgen. En ook de wens om niet alleen maar tot incrementele veranderingen te komen, maar werkelijk radicale doorbraken te zoeken van het systeem. En dat kan het beste door te experimenteren op kleine schaal en in een wat afgeschermde setting. Er is veel diversiteit in die labpraktijken, maar ook een aantal overeenkomsten. Ten eerste, ze vertrekken vanuit een maatschappelijk vraagstuk, dus iets in de praktijk wat pijn doet en niet de beleidslogica centraal. Een multidisciplinair team en co-creatie met eindgebruikers en een iteratieve manier van werken, dus prototypen uitproberen en daar weer van leren en feedback loops inbouwen terug naar het systeem. Het is goed om te beseffen dat dit nog wel een heel vers veld is. En er zijn ook wel wat gevaren die we zien. Ten eerste dat we weer vallen in de, zeg maar, val om weer in oplossingen te denken. Dat er te weinig oog is voor de politieke dimensie. We zijn natuurlijk niet waardevrij. Alles wat we doen heeft ook een belang. De lastigheid van schalen. Leuk dat je iets doet in het klein, maar hoe kunnen we echt een deuk in een pakje boter slaan? En hoe zorg je dat iets niet in de marge blijft? En wat door Malieke beschreven is als de happy post-it celebration, dat we eigenlijk er altijd van uitgaan dat mensen wel iets willen doen en enthousiast en positief zijn. En dat is natuurlijk toch niet helemaal waar. Desondanks zijn labs ook veelbelovend. Op dit moment zijn wij hard bezig ook om het opzetten van een aantal van die labs voor social R&D. Met een aantal pionierende gemeenten in Nederland, zoals Amsterdam, Dordrecht, Schiedam. En samen met BZK en de VNG proberen we dus die labs op te zetten rond thema's als jongeren, werklozen of ouderen. Een spannend proces en een avontuur ook. En ook om te zoeken hoe kunnen we daarin weer opnieuw samenwerken met de overheid en wat is de rol van de overheid daarin. En interessant om te leren van alle internationale aanpakken die bestaan. Dus we keep you posted, hou de website in de gaten. In de voorgaande delen heb ik iets verteld over het aflatende geloof in de innovatiesamenleving, over de opkomst van sociale innovatie. Maar de vraag is natuurlijk ook wel, wat betekent dit nu voor de rol van de overheid en de taken van publieke leiders en publieke professionals? Sociale innovatie is namelijk niet iets wat alleen maar buiten de overheid afspeelt of voor de anderen. Het is juist iets waar de overheid zich ook toe moet verhouden en uiteindelijk moet leiden tot een andere overheid. Een overheid die meer open is, die zich veel meer richt op de gemeenschap en die veel meer faciliterend is dan stuurt. Dus een overheid die meer samenwerkt met over de departementen heen, niet alleen maar binnen de silo's die er nu bestaan. En die veel minder regisseert, maar veel meer faciliteert en juist die beweging van onderop mogelijk maakt. En ruimte creëert voor experimenten. En die werkt veel meer van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. En niet alleen maar met de usual suspects werkt, maar ook met de unusual suspects. En die leert van het veld vanuit de praktijk. Vanuit Kennisland hebben we de laatste jaren geëxperimenteerd met het programma Slimmer Netwerk. En in dit programma worden publieke professionals uitgedaagd om te komen tot vernieuwende initiatieven. Het zijn eigenlijk een soort plantjes of kleine vuurtjes die door het asfalt heen proberen om te komen tot vernieuwende initiatieven. Waarbij mensen vanuit allerlei verschillende sectoren samenwerken. We gebruiken daarvoor de do-tank-methode. En de do-tank-methode zorgt er eigenlijk voor dat professionals vanuit de praktijk kijken hoe kan dit beter en zelf met nieuwe aanpakken komen. We merken nog dat het natuurlijk echt heel lastig is om niet alleen maar tot nieuwe ideeën te komen, maar werkelijk ook het te laten inburgeren en te laten borgen binnen het bestaande systeem. Uiteindelijk is met al deze veranderingen denk ik belangrijk om in te zien dat een overheid er is om uiteindelijk te komen tot maatschappelijke waarden. Dus de overheid vernieuwen is niet een doel op zich. Het zal uiteindelijk moeten resulteren in betere aanpakken, in betere diensten, in een beter leven voor burgers.